op het Westside Fort. Ik ben heel erg benieuwd naar deze game. Het is een playtest, dus het is een soort van demo. Dit is gewoon me, trouwens, IRL. Maar, dus, het betekent dus dat er niet alles nog is. Maar wel genoeg al om een kijkje te nemen naar wat de game inhoudt. Ted was altijd zo goed at that. Only I can touch the truck, he used to say. No mechanics getting his dirty hands on it. All right. Okay. Let's get to work. Wow. Oh mijn god, mag die blur uit? Alsjeblieft, zeg. Daar had ik nog niet naar gekeken. Waar zit dat? Dat zit op bij graphics. Ah, hier. Off. Lens flares, off. Bloom, off. Dat zijn echt de meest irritante opties die mensen hebben in games. Kijk, dit is toch veel beter. Alleen de sensitivity is heel, heel hoog. Zullen we die ook even aanpassen? Zoiets of zo, weet ik het. Best. Ja, dit voelt een stuk fijner. Oké. Welkom in mijn crib, ouwe. Welkom in mijn crib, dames en heren. Ik heb een plant. Dit is een hele unieke... Dit is een gatplant, noem ik dit. Ik heb hier een dancing dog. Oh. Met een peukje in de bek. Shaggy misschien wel, ik weet het niet. Dit is een andere game waar ze een promotie voor maken nu. Dat is ook nice. Dat is ook een leuke game, denk ik. Ik heb geen idee. Konijn. Ik heb koffie. Mag ik op koffie zetten? Of is dat gewoon zo van, dat staat er maar... Kijk hoe lekker koffie. Maar je mag het niet pakken. Oké, dat is duidelijk. Dan hebben we een computer. Dit is niet hoe een computer eruit ziet. Maar we gaan even mee met de flow. We kunnen onze... Oh, dit is mijn truck ook gewoon nu. Oh. Oh, we kunnen... Oké, welke kleur doen we, chat? Rood? Geel? Ik vind het geen geel, dat vind ik oranje. We gaan voor, denk ik... Wat is een goede kleur voor een food truck? Groen. Rood? Rood past wel, hè? Beetje die knolpower road vibe. Road. Waarom zei ik road? Komt dat door die road simulator van net, dat ik dat zei? Road. KP Road. Oké, we gaan voor KP Road. Groen lijkt vuilniswagen. En nu je het zegt. Inderdaad. Maar misschien ga ik ook wel vuilnis verplaatsen. Oh, en ik heb trouwens lekker banden, zie ik. I really like this color. Mooi, ik ook. Layout. Wat kan ik nog meer doen? Ik kan de dingen opzetten. Oh. It is too unhealthy, but I love that food, boy. Maar dit vind ik niet leuk. Deze vind ik wel leuk. Dit vind ik te chaotisch. Deze vind ik heel cool. Ja, hij heeft een lekker band. Zie je dat? De auto heeft een lekker band. Of de vrachtwagen. Ja, deze vind ik cool. Oh, we kunnen ook de kleur aanpassen nog. Nou, dan gaan we voor het ultieme. Dan gaan we voor geel natuurlijk. Het meest felle geel wat er is. Rood en geel. Kijk, dit valt op, bro. Nu gaat iedereen naar onze foodtruck toe. Nou, de wielen die moeten even opnieuw. Zo, die gaan we even uitlekken. Uitdeuken. Dat kan. Dan hebben we natuurlijk een upgrade, want we hebben... Oh, dit is binnenin. Oké. Oh, het is binnenin. Of wat? Zat ik net binnen in mijn foodtruck? Ik moet dingen kopen, volgens mij. Oké. Ik heb een burger unlocked. Nieuw recept. Vet cool. Dan heb ik ook een koelkast. Oh, die ziet er ook niet zo heel erg top uit. Maar die gaan we een nieuwe kopen. So much better now. So much better. Okay, Dad. What do I need to do to get this show on the road? Oh, een groene foodtruck zou voor veganisten kunnen zijn, ja. Dat zou ook kunnen werken, ja. Dat is ook wel een tactiek. Oh, nee, niet dus. Oké, dit is wel mijn truck. Oké, dit is wel een huis. Dus ik heb deze dancing dog heb ik binnen. En binnen in mijn foodtruck en in mijn huis. Plant. Weer een plant. Dit is geen gatenplant. Dit is een ander... Of wel? Dat dezelfde. Nee, dit is een andere soort plant. Dit is de Gigalanthus pinkalanthus. Dat is Latijns voor... grote plant. There's no use for this now. Dat bepaal ik zelf wel. Dat beeld ik zelf wel. Dit is een bank. Heel cool. Daar kan ik op slapen. Oh, ik heb geen bed ook. Finish the... Wat moet ik doen? Interact with the album. Oh. Album. Waar is het album? Oh hier. Dad always made these trips so fun to go on. Wait. I'm pretty sure he had a city map laying around here somewhere. Yo,
Little Hoppa. Rocco. Little Rocco 06, thanks voor de 4 maanden ouwe. Welkom bij de Vaatwasser Gang. Oh nee, je bent al bij de Vaatwasser Gang ouwe. Thanks man. Thanks voor je support bro. Barbecue is ook goeie. Ja, zou dat kunnen in die truck? Dit is denk ik voor upgrades, dat is heel cool. Dus ik heb zeg maar allemaal dure apparatuur hier staan, behalve een bed. Wat heb ik hierboven dan? Oh, hier heb ik nog meer ruimte. Oh, dat is ook iets. Oh, dan ga ik er vandoor denk ik, of niet? Ik ga eerst wel even daarheen. Dus waar ga ik er dan vandoor? Oh, ik kan niet springen, dat is vervelend. Fusion FM. Oh, dat zijn collectibles. Oké. Okay. Een map. Ah, yes. I remember this shop. I guess old Clara is still in the business. Winkel. Nightclub. Industrial. Ik kan nergens op klikken ook. Nou, dan niet. Vet hoor, een stad. Ik heb nog nooit een stad gezien. Heel vet. Ik ben nog nooit in een stad geweest. Ik kwam laatst een video tegen van iemand die nog nooit de zee had gezien. Nou, sorry hoor, maar dan ben je echt ver heen. Oh. Ik kan niet over deze reling ook. Ik heb ook geen voeten. Dit is wat. Waarom zit dit te knipperen? Ik weet iets doen hier. Plays music when driving. Oh nee, alsjeblieft niet. Holding down the R key brings up the station selection wheel. Oké. Okay. Page down is uit. Telefoon. Hey kid, hey. I was wondering where you were. Oh Clara, it's good to hear your voice. I wanted to thank you for doing all this for your dad. You know I'm always here to help. Yeah, I know. I appreciate it a lot. I actually have something to get you started. Take a look at the shop tab on your PC and you'll see what I mean. Een nieuw car part. Wauw. Het staat heel hard die muziek. Mag dat iets zachter? Je blaart een beetje dwars door mij heen, zeg maar. Dank je. Is beter. Ja, en dan zet ik hem zelf alsnog harder. Oké, pannenkoek. Wow. Like Spike. Je bent ook vaderloos. Nice. Wat is dat voor rare informatie ineens die ik in de chat lees? At the moment, but remember that this is a very important part of your day. Planning ahead will save you money and time. En wat moet ik bestellen dan? Hoe weet ik dan wat ik moet hebben? Hoeveel geld heb ik? 500. Oh, sold out. Ik koop gewoon alles. Wow. Het zal vast goed zijn. Ik koop alles. Order. Ja. Also, it's important to remember that different clients have different preferences. Discount? You'll know what I mean before long. See you soon, kid. Hoezo geef je een discount op het moment dat ik wat heb gekocht? Like a lot already. No wonder dad always seemed so overworked. Wat een onzin. Je geeft mij korting als ik al wat heb gekocht. Dat is echt lullig. Alsof je bij de kassa staat en je zegt, ja, u mag de volgende boodschappen gratis meenemen. Maar wel binnen 5 minuten. Rennen maar. Wat een onzin, bro. Wat een onzin. Wacht, ik heb nog een nieuw carpart. Die wil ik er even opzetten. Dat vind ik cool. Dat kan niet. Oké, nice. Oké, dan gaan we in de truck. Wat een onzin. Het ziet er wel uit als een mega vette game. Mega vet. Oké, we kunnen ook rijden met dat ding. Wat vet, hé. Oh, we gaan. We gaan. Oh. Oh, mijn POV. Oh, oh. POV, wanneer je... Heb ik al een broek aan? Oh, ik heb wel een broek aan. Wat een rare broek. Oké. Okay. Ja, man. Dit is het. Zo, laggy. Hallo. Mijn videokaart vindt dit niet leuk. Ja, is goed, joh. Minimap. Hé, hey, ik heb dus van mijn vriendin heel verdrietig nieuws gekregen. Dat als je zo'n bobblehead in je auto hebt... En je krijgt een ongeluk, dan kun je doodgaan door dat ding. Omdat het een los object is en die kan dan dwars door je middel heen vliegen of zo. Dat zei ze. En toen dacht ik, oh, oké, leuk. Ja, leuk. Met jou in de auto zitten. Heel leuk. Waar moet ik heen? Precies daarheen, hè? Oké. Okay. Het is zo laggy. Het is absurd. En ik speel op die max FPS vibe. Dus wat is hier aan de hand?
Wat is hier aan de hand? We gaan naar graphics. We gaan het even wat lager zetten dan, ja? Ziet er denk ik nog steeds wel oké uit. Jawel, ziet er nog steeds... Nog steeds lag. Oh, ik heb iemand overreden. Oké. Niemand vindt het erg? Dat die man daar ligt? Ja, mij wil je niet klaar houden. Ik bedoel, je liep in de weg. Je liep in mijn weg. Hop. Zo. Die vrouw is van staal. Oké. Why me, zegt hij. Pick up the order. Maar ik weet niet zo goed waar ik heen moet. Ik ben het alweer kwijt. Oh, hier. Kan ik een waypoint zetten? Natuurlijk kan dat niet. Wat een game. Mijn settings staan helemaal niet te hoog, man. Ik heb een 3080 gehouden. Dat zou ik moeten trekken. Die game is gewoon nog niet goed. Hier, ineens spannen twee auto's. Het is een demo, ouwe. Het is een demo. Kijk hoe laggy dit is. Het moet nog helemaal geoptimaliseerd worden. Dit speelt nog voor geen meter. Moet kijken. Hoppakee, paaltje omver. Ja, rennen. Hold E. Good, good. Hey, dit is Clara. You're just on time. Here's everything you need. Wat, I just want to help you as much as I can. Be careful where you store your food. Freshness is very important to the quality of your ingredients. Oh. And it decreases slower or faster, depending on where you store them. Ik gooi alles in de vriezer. Soorten meat. Meat moet in een koelkast. Good, good. Mooi. Meat should always be in your fridge. Het zou vet zijn als je dit stream vanuit het zwembad. If you wanted to stay fresh, heel onlogisch. Set automatically. Ja, doe maar. Probably should save the fridge space for the buns for something else. That's right. Buns can easily go on your shelves. Oh, okay. You come by my shop anytime, as long as it's open. Do remember that ordering from your garage first will get you a nice discount. That deal I had with your dad still stands. Oh, yeah, I remember. I'll try to keep that in mind. By flip the way, the truck, kun je doen. Serenity Park, the one you and Dennis used to play up flip the truck. Lots of people. Dat betekent dat je heel hard kan en dat je op de kop kan vliegen. You should check it out. Oh, sorry. Hey, dat is minder. Oké, ik moet daar. Ik ga daarin. In een doorwegje. Moet kunnen. GTA-stijl. Moet kunnen toch? Als je dagelijkse foodtruck bezigheden. Ik heb je streams gemist, man. En jou ook, OFC. Hoop jij mij ook? Fijne stream nog, man. Love. Love? Je kan helemaal geen love zeggen nadat je zoveel LLLLL zegt. Gek. Thanks, George Black. Je blijft gek. Ik doe die FPS wel gewoon unlocked. Kijk wat hij daar doet. Ja, hij doet het nog steeds. Het is gewoon kut geoptimaliseerd. Thanks voor je dono, bro. Kaartje. Misschien FPS of 60 FPS zetten, dat kan ook wel, ja. Oké, we zitten in het park. Daar komen we aan. Oh, vet, ook het dak met dat poppetje. Hello, ladies and gentlemen. We are open for business. Kijk dan, hongerige mensen. Ik zie het aan jullie ogen. Die zijn allemaal veel te slank. Kom maar, kom maar. Wat moet je hebben? Oh. Hey kid, wat nou weer? I know this can be a bit overwhelming at first, but don't worry, I'll help. Thanks, Clara. This does feel like a lot. First things first, turn on the radio. It'll make everything much nicer. Great idea. Serieus? De radio? Waar is die? Oh, hier. Now, look at the monitors inside your truck. They have all the information you need about the orders you get and the recipes inside. Oh. Oké, left monitor shows the current. Oké, ja. Waar is de monitor? Dit is wel heel erg.
Oh, kijk nou. That is gonna make things so much easier. Ah. I knew you'd like it. Now, turn gaan ze nog dingen eisen ook, bro? Als in meat well done. Oh, en wat nu? Hit the red button to turn on the grill machine. Het is zo korrelig hier, zie je dat? Het komt door die door dat effect, door die graphics. Maar welke? Komt het door deze? Nope. Oké, het is alleen maar erg geworden. Dit is heel uniek, dit. Zullen we hem eentje omhoog tikken? Oh, sorry, chat, het is een demo, dus het kan niet allemaal perfect zijn. We doen wel de textures op Epic. Volgens mij is het nu al gedeeltelijk weg. Nope. Misschien is het er gewoon de game. Misschien is het de game die zegt... Ja, vet man. Die ribbels. Of zo. Wat moet ik doen? Die. Clara? It's not working. Right. You need to take the gas bottle first and put it in the gas machine. Oké, die heb ik hierin natuurlijk. Kijk maar. Ja. Oké. Zo. Dat komt een aardige gasding uit. Wat moet die in? Ik zie niks meer. Place it in the gas intake. Oh, dat is hier. I'll have to keep this in mind. Your dad often forgot about the gas. Wat komt hier uit? Ik heb er nog 4. 3. Oké. Hey, mij bellen. Nu mag je aan. Bacon and meat. That's right. Just put them on the grill. Bacon. Small tip. Hovering over bacon. Them in the grill will show you their current state. Mooi. Wat heb je nog meer nodig? Meat. Dit is meat, hè? Ja, meat. En dan bacon. Bacon. Be careful not to burn or undercook them. Different customers like them done differently. Meat rare. Nee, meat rare. See the assembly table? Taking the burger box now will save you time later. Oh, the burger all box. Right. Where do I find it? Waar is dat? Open the first shelf on the left under the assembly table. The one covered with stickers. Burger boxes should be inside. Oh, I see. Ik zie het niet. Ik kan wel zeggen I see, maar ik zie helemaal niks. Hij is medium. Waar? Oh, hier. Oh. Kom hier nou weer aan. Okay, you're gonna need a base for that burger. Take one of the buns to use on the cutting board. Oh, right. There's a cutting board around here. Oh, de beker. Ik ben het vergeten. Wat moet ik nou doen? Deze bun heb ik gedaan. Een cutting board. Oh, wacht daar. Moet ik ze nog snijden ook? Hoezo komen ze niet gewoon in 2 plakjes? Dat is veel chiller. Take your knife out. Mijn knife? Mijn knife. Dit mag gewoon weer uit. Dat is mijn knife. Even wat andere muziek hoor. Een beetje too much hype. Oh, hier is een knife, denk ik. Of niet? Nee. Cook the bacon. Heb ik gedaan. Cook the... Oh, hij is nog niet helemaal medium, of wel? Moet hij echt dit zo zijn? Nu is hij wel dan. Ja, oké. Take your knife out. Hoe take ik mijn knife out dan? Dat is mijn niffa. Dat is mijn niffa. Bro. Waar is mijn niffa? Waarom vertellen ze niet waar mijn niffa is? Kan iemand mij vertellen waar niffa is? Inventory. Oh, hier. Oh. Oh, ik heb blijkbaar kan ik op tab drukken. Dat hadden ze niet uitgelegd. Oké, cool. Oh, dit lijkt wel een beetje op dat food simulator ding. Hoppakee. Oh mijn god, dit was instant ready. Klaar. Easy enough to do. Good work. Why now go? You have to grill those. And remember, the bottom bun always goes first. In the meantime, why don't you start cutting the tomatoes? Oh, ja, goeie. Tomato. Tomato, tomato. Tomaatje. I get it. Mesje. Hatsjekree. Hoe doen we dat? Hoe gaan we dat doen? Zo. Zo. Hatsjekree. Oh. Alles is al... Oh. I don't need all of them. I should put the others back. Put the others back? Hoe bedoel je put the others back? Heb ik ineens tomaat over of zo? Wat?
Hè? Waar heb ik het nu back gedaan dan? Oh, hij staat niet aan. Dat is ook wel handig op zich. oeps. Als jij die klant was en je ziet iemand 5 minuten kloten, dan loop je weg. Nou, Mark. Ze wachten maar, dit is mijn eerste dag. I will come. Just wait a minute, hè? Zie? Nou, is het allemaal goed. Is mijn first time? Oké, het komt allemaal goed. Is hij al klaar of wat? Moet ik wachten tot dat ding? Ik moet denk wachten tot dat ding. Nee, hij is wel klaar. Hé, waarom is het zo onduidelijk? Dit ding vol is. Oh, dan is je burn. Oké, top. Fijn. Finish? Ja, oké. Nou, dan heb je maar een burn. Ah. Hij is verbrand! Sorry! En nu? Meat? Daarop. Mijn hands are full, dat klopt, omdat ik hem erop wil doen. Nou, dan doen we hem hier in misschien. Alright, I think you can finish this burger box on your own. I'll be here. Ja. Ja. Waar is kaas? Heb ik kaas al? Oh, deze staat er nog uit. Kaas. Oh, hier. Kaas. Kaas. Hoppa. Good work, kid. Stop. Now, hier. Place the burger box inside the order bag. Hij is klaar. Double check helemaal niks. Bad. Hey, ik zei dat het mijn eerste keer was, man. Chill. We hebben wel $15 gekregen. Ik denk meer als soort van... Ah, man, zielig. Hij probeert het. Hier heb je geld. Check, it's the right one and... Hey, geniet ervan, hè. Niet te snel eten, dan krijg je buikpijn. I guess it runs in the family, huh? Oké. Okay. Prestige will not only let you unlock new machines it's for your awful, truck, zei je dat nou? Also grant you entry to other zones of the city. Weet je wat awful... Die reet van jou is awful. Gatver. Ja, loop er maar snel mee weg. I don't know if I'd heel be goed. Able to do this on my own. Nonsense. It's really no trouble. Ja, well, goed, I think you can handle yourself from now on, but be careful. Not everyone is going to be as patient. Clients don't like cold orders. Time is money. Time is money. Kijk. I like her. Hè? Waar liggen die bunten er weer? Hier. Time is money. Oh. Een knife. Chaka! Waga! Chaka! En waga! En chuka! Chak! Chuk! Bachak! Kachuko! Ik heb geen idee. Chak! Doe ik het goed? Ja, prim. En dan dit weg. Deze erop. En chak! Mooi. Doe ik denk wel goed. Medium. Moet die medium? Hij moet rare. Oké, dat was al een stage hiervoor. Excuus, ik ga een nieuwe burger voor je maken. Het is mijn eerste keer, ja! Oké, misschien wil deze een nieuwe well done. Oh, dat is handig. Die heb ik hier licht toevallig. Medium. Of wou die medium? Nee, die wel rare. Deze is nu rare. Hier, die is voor jou. Deze zijn toaster. Klaar. Well done. Deze ook well done. Deze well done. Wacht even. Wap, ik doe eerst die eerste. Toast en dan meat rare. Ja, dat is deze. Tomaat. Tomaat. Dingetje erop. Hoppakee, hier heb je je box. Is het 3? 2 is dat. Hier. Dat heb ik mij in de verkeerde gedaan. Doe je ding, man. Hey. 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 $14, terwijl ik het gewoon goed deed. Wat een onzin, man. Ik kreeg minder geld, terwijl ik het beter deed. Oké, man. Fucked up wereld. 2022. Stom jaar. Toasted buns. Super. Gaan we weer. Waar zitten die dingen? Waar zitten die toasted buns ook alweer hier? Oké, flikker dan maar op. Mesje erbij. En tjaka. In één keer. Die erop. Dat ding aan. Ja man, je ligt nogal wel dan. Het is heel goor hier trouwens. Heb ik geen doek of zo? Heel goor. Nou ja, boeien. Het is ook niet mijn probleem trouwens. Jullie moeten het eten, ik niet. Weet je alsof je in het buitenland bent, hè? Dat je voor het eerst meteen voedselvergiftiging krijgt. Dan denk je van ja. Hè? Het is wat het is. Dit is toasted. Dit is toasted. Heel prima. Dat was het, hè? Dat die wel, ja. Oh. De box. Box. Bim, bam, boom, bilibam.
Classic naar nummer 3. 3. Alsjeblieft, man. Hier. Yeah. Wajo. Ik heb het gewoon goed gedaan. Nummertje 4. Je wil ook bacon en een vleesje. Vleesje zit er al op. Bacon zal ik al even opklikken voor je. En je wil ook iets doen. Pretty much. Het is precies wat je hebt gevraagd, mens. Niet zo kut doen tegen mij. Ik weet waar je woont. Tenminste, dat weet ik als ik met deze voetdruk achter je aan ga. Meet Rare. Oh, dit is alweer voorbij het stadion van Meet Rare. Oké. Okay. Nou, moet ik even in de gaten houden. Bacon Rare. Wou die ook Rare? Nee, die wou wel Donald. Kom maar. Veel ijs hebben jullie. Meet Medium. Kijk nou eens even wat ik hier heb. Meet Medium. Top. Even niet reden nu, Bradge. Ik ben even vol in mijn concentratie dingen aan het bakken. Daar weet je alles van, dat weet ik. Maar wacht even. Dit is trouwens virtueel, Bradge. Je kan dit niet opeten nu. Dus ga niet aan je beeldscherm likken nu. Even wachten. Dit moet hier op. Kijk, hier. Wacht even. Thanks, Bradge. Well done. Ja, dit gaat goed hoor. En de meat rare. Oh, dit is alweer medium geworden. Oké, okay, dit gaat echt heel lekker. Wie neemt ook meat rare? Ik neem nooit meat rare. Ik neem altijd well done. Of medium. Domme. Toast, ik zit op tijd, man. Sorry, ik zit op tijd. Cheese. Lekker. Burgerbox. Burgerbox. Oké, fuck, ik ben het alweer kwijt. Meat rare. Ja, is rare. Waar zijn mijn toasters? Hier. Dat is 1. En dan moet ik... Bovenste. Meat rare. Meat rare. Ja. Bacon well done. Dat is deze. Ja. En dan de op. Hey, hoe heb jij je burger altijd, Bradge? Maakt niet uit, hè? Maakt niet uit wat erop zit. Hey, thanks, man. Dankjewel. Bradge roasted. Bla, bla, ja, maar... Hij weet van wie het komt. Hij weet van wie het komt. It's all good, man. It's all good. Dankjewel. Shout-out jou. Thanks. Je bent altijd met die... je bent met die keyboard streams bezig, toch? Ik zag het laatst... ging ik je volgen. Kreeg ik niet een shout-out. Dacht ik, what the fuck? Ja, Xander, dit is een demo, man. Ik speel een demo van dit spel. Leuk, man. Yo, Wouter Boeven, thanks voor die euro. Hoi Milan, bedankt voor de stream. Nee, jij bedankt voor het kijken, ouwe. Thanks, man. Je hebt de followers uitstaan, want dat zijn er vrij veel. Wow, oké. Okay. Nu ga je naast je schoenen lopen, Bradge. Nou moet je rustig doen. Dan ga je naast je schoenen lopen. Ai, ai, ai. Ik heb mijn volgers uitgezet. Zijn er te veel? Nou, ik heb mijn volgers nog steeds in beeld, hoor. Waar staan ze? Daar ergens in het midden komen ze. Ik heb ze gewoon nog steeds in beeld. Voor mij staat het echt niet uit, hoor. Oh, ding even aan. Bacon cheese. Had ik al. Weer zo'n bun. Oh, weer zo'n bun. Dat zeg ik ook alsof ik boos ben. Het zijn letterlijk allemaal burgers. Tja. Hoppa. En hoppa. Bacon uncooked. Bacon medium. En meat medium. Die heb ik al liggen. Nog wel fresh? Ja, 90%. Kan wel. Kan prima. Dan hebben we die burgerbox. Cheese. Ja, deze is klaar. Meat medium. Dan gaan we die bacon erop zodra die medium is. Kaasje erbij. Dit is een burger. Waar is die andere bun? Oh hier. Ja hoor. Nummertje 5. Vreten maar. Lekker hoor. Yo Prolabs, thanks voor de sub-only chat. Dat betekent dat alleen de subscribers op dit moment kunnen praten in de chat. En de rest allemaal niet. Dus dat betekent dat iedereen die geen subscriber is... Die is eigenlijk gewoon even 10 minuten een noob. En kan even niks zeggen. Even 10 minuten. Na die 10 minuten kan je weer praten. Mijn Prolabs die vond zichzelf en de sub zo belangrijk. Dat hij zei, fuck jou als je niet betaalt, man. En that's basically how the world goes around. Hè? Geld. Great job, kid. I knew you could do it. Ik weet, but this was only the beginning, meat, you know? Rare. Your father liked to bring his truck to every corner of the city. See if you can find stop met praten nice over mijn vader, ouwe. Je you'll kent hem niet. Stuff for that, though. So I left you a little something at your garage. Okay. Another gift? Another Clara, gift? You shouldn't have. You've already done so much already. Shush now.
It's what your dad would have wanted. But do visit me again. Now that you're earning some money, you'll have to put it to good use. Ordering first will get you a nice discount. And the quicker you get here afterwards, the bigger the discount will be. See you soon. That grill's looking pretty dirty. Now, see you soon. Chuck. Somewhere. Chuck. Chuck. Oh, what the fuck do I now? Oh. Chuck. Mooi. Oh, ik heb er ineens vier. Huh? Oh, sick. Die erop. Nee. Rare. Ja. En dan tomaatje. Nog een tomaatje. Lekker man. Hoppa, die erop. Ja hoor. Nummertje 6. Hey, geniet ervan, hè? Geniet ervan. Het smaakt. Zo, ik zag even die, die meloenen bewegen. Sorry mevrouw, maar de knoopjes zitten los, denk ik. Dank je. Dag. Nou, mijn dag zit er weer op. Oh, ik heb even uit. Mijn dag zit er weer op. Oh, select the cleaning brush. Oh. Oh mijn god, is dit echt zoiets? Dat je gewoon dit moet doen? Oh, wat stom. Heel stom. Hé, hey Milan, groetjes vanaf het mooie Ameland. Oh, zit je in Ameland? Wat leuk. Dat is van die ABC-eilanden, toch? Leuk man, dat je daar zit. Ameland, Bahama's en Curaçao. Toch? Leuk man. Geniet ervan. Go back to the city. Ja. Vet. Ameland is Nederland. Hè? Oh, de C is voor Colombia, tuurlijk. Stom. Het is Waddeneiland. Echt niet? Finding a new spot. Let's check it out. Sorry, ik vind het soms grappig om heel dom over te komen. Nee, dat weet ik. TV-tas, ik weet het, dames en heren. Got it. Nightclubs. Looks like fries are pretty popular with partygoers. Oeh, nice. Okay, time to choose my next step. What's my next step? Here we go again. Drive back to your garage. Visit Clara's store. Okay. Dan gaan we hier links. Aan de kant, vast. Je ziet al dat ik hier rij, man. Kijk, ja, oké, doe er wat je wil houden. Maar ik heb gewoon voorrang. Ik ben een foodtruck. Dan gaan we. It's been so long. I've almost forgotten the city. Oh, tuurlijk! Brandblus zouden we niet tegen, maar één geel bord wel. Sherman. Zo, so, what the fuck? Ja, hoi. Oké. Oh, shit. Oh, no. Ja, je kan toeteren wat je wil, bro, maar dit gaat hem niet worden. Ik lig met mijn zij. Wat wil je dat ik doe? Wat een gast. Ja, gozer. Zit je op je zij, half dood te gaan, aan de beademing, gaat hij doortoeteren. Gast, hier, ik neem een wraak op haar. Zo. Ik doe dit voor mijn vader, zeg ik. Ja. Doe ik het goed zo? Oh, ik moet die hebben. Waarom is er geen chille manier van waar ik heen moet dan? Links dan denk ik. Was nou op? Hoezo? Voor wat? Dit gaat prima. Ineens spant er ook een auto in. Bro, dit is GTA 1 of zo, man. We zijn in 2022. Kom op, dit hoeft niet meer. Je hoeft niet meer auto's te laten inspannen, toch? En waarom kan ik hier nergens rechts? Hier kan ik er omheen. Oh my god. We moeten naar mijn garage. Mijn garage is... Wat? Ik zit ineens in mijn truck. Waar is mijn garage? Links. Hier links. En dan...
daar ook weer links. En dan rechts. En al de weg uit. Ja, maar. Hier links, ja. En dan hier erin of zo? Waar kom ik dat net vandaan? Waar kom ik letterlijk net vandaan? Is dat drive back to your garage? Aan de kant, ik rij hier. Kan ik misschien binnendoor dan? Dan ben ik nodig. Oh, kijk nou. Ongeluk heb ik iets meegenomen. Hier dan in? Nee. Oh, ik snap er echt de mannen niet van. Hoe kan ik dan daarheen? Wacht even, dit is industrial area, dus ik kan hier helemaal niet in. Waarom geeft hij dat dan aan op de map? Waar is mijn garage dan? Waar de fuck is mijn garage, ouwe? Ik snap er de ballen niet van. Allemaal schade. Als jij zegt schade, dan lees ik schade, omdat ik net in Duitsland ben geweest voor een week. Dus dan lees ik schade. Duitsland, alles is voorbij. Hey, hoppa. Ja, gaat prima zo. Ik heb al best wel lang mijn rijbewijs. Ik ga wel eerst naar die shop dan, denk ik, of zo, ik weet het niet. Gelukkig lijkt het niet zo. Hey Clara. Nou Clara, ik heb alles geklaard. Ik hoop alles weer goed. Zo, alles. Dan krijg ik nu zeker die korting weer. Ja, confirm. Vet, heel vet. Wow, een airdrop. Zie je dat daar rechts? Een airdrop, bro. Let's go. Een airdrop, wat vet. En nu? Oh, mevrouw, u staat in mijn auto. Waar is mijn garage dan? Want dat is niet mijn garage daar. Waar is mijn garage dan? Dat is wel mijn garage. Maar dat is ook een industrial area. Hè? Wacht, ik ga deze kant langs. Kutzooi. Oh, ik haat dit soort spellen. Waarin het enorm onduidelijk staat aangegeven waar de fuck je heen moet. Hoezo rijd ik links? Ben ik in Engeland? Daar rijdt hij weer rechts. Oh, dit is een... Oh, dit is één richting. Oké. Okay. Ah, ik snap het. En ik zie hier? Nee, ook niet. Ah, ik snap echt de ballen niet van, man. Nou, Duitsland was goed, man. Dat is leuk. Ik snap echt niet hoe ik daar moet komen. Dus. Oh, misschien nog eentje verder. Nog eentje verder. Niet hier erin. Dat kan niet. Maar hier. Nee, dit is ook helemaal dicht. Hoe kom ik weer bij mijn garage dan? Er staat een garagetekentje in beeld met een aantal meters. Dat klopt. Maar ik kan daar niet heen. Waarom moet ik hierheen? Oh, ik ging over de weg. Maar ik moet een zijweggetje nemen, want game. Logisch. Oh my. Nou, ik ben er hoor. Kutvoetdruk. Oh, goed geparkeerd ook dit. Echt top. Ja, wat nu? Zeg maar.
Upgrades. Een frituur. Kom maar binnen. Lekker man. Friet of patat? Er staat hier free. En het is een frituur. Dus ik ga voor het woord friet. Hey, succes met die ruzie in de chat, man. Oh, we hebben een nieuwe. Oh nee. Ja. Fotoalbum. Oh, vet man. Vet. Ja, tot zover denk ik dan. Install de freezer. Oh, ik moet nog wel iets doen. Nog wel iets upgraden. Freezer. Oh, kijk nou. Things are slowly taking shape, looking more and more like an actual food truck. Yo, what's up, Pudding? Yo, thanks dat je nog steeds sub bent, Pudding. Oh, wait. Ik praat niet meer met jou. Drive to the nightclub. Oh, nice, het nachtleven. Mensen hebben altijd heel erg veel honger in het nachtleven. Aan de kant, joh. Niet dat ik hier rijd. Het eten leveren aan mensen in het nachtleven. Belangrijk. Nee, telt niet. Jezus, wil tip hero. Praat met mijn vader. Nee, telt niet. Telt niet, Pudding. Telt niet. Heb ik niet gezien dit. Telt niet. Oh, wat moet ik hier doen? Oh, die shit gaat van naar beneden. Nice. Oeps, was dat de manager die ik moest hebben? Waar kan ik hem parkeren? Yo, thanks, Pudding. Thanks voor de 16 maanden. Guldtrip hier zo. Praat met mijn vader. Wat? Geef je vader jou een guldtrip dan? Oh, omdat je nog thuis woont natuurlijk. En je wil geen huur mee betalen natuurlijk. Ik weet niet of dat het geval is hoor, maar ik verzin het gewoon. Hey, we zijn geopend! Dames en heren, a night to remember. You have a big scam lip, zie ik nu al. Hey? Ik zie hem gewoon hangen, joh. Ik zie gewoon het hele vet verdwijnen tussen je. Nou ja, niet mijn probleem. Ik ga ook nooit meer uit, dus ik weet ook niet wat de standaarden zijn voor nu. Fried fries, ketchup sauce. Oké, put the oil in before anything else. Put the oil in before anything else. Put the oil in. Oil. Oil. Zo. Waarin, eigenlijk? Trouwens. Pour it into the fries machine. Ah, kijk. Mooi. Hit the red button. Great. Mooi. Finally start frying. And I have to be careful because people like their food more or less crispy? Exactly. You're a fast learner, kid. In the meantime, Opa. Take out the fries boxes and the sauces. Rati. It'll save you time later. Save me time later. Opa. Got it. Well now. Where's the sauce? Fuck's the sauce. Oh yeah. Opa, ketchup. And whatever this is. And mayo. Oh, mosterd is dat. Gadverdamme, vind ik zo goor. Mosterd is echt het goorste wat bestaat. Wie heeft ook mosterd bedacht? Die Fransen, die hebben dat bedacht, denk ik. Want die Fransen hebben namelijk ook van die superlekkere eten. Fransen hebben echt best wel goed eten. Dat je denkt, zo, Frankrijk. Sick. Niet alleen een Eiffeltoren, maar je hebt ook eten. Vet. Couldn't have done it without you. Oh, dit moest er ook bij, ik had geen idee. Ja. Ja, ga maar. Ja, alsjeblieft. Geniet ervan. Vreet lekker op. Kots lekker later. Fries voor je. Enjoy your evening. Good work. Het ding is, dat die Fransen hebben dus mayo. Klara. 5 miljoen. The night's still young, so I'll leave you to it, kid. Sick. Oké, dank je. Thanks again, Clara. Heel vet. Bedankt. Oké, next. Just a little bit more for today. Ja, rustig. Let's see if I'm anywhere as good as dad was. Och, wat nou weer. Oh my god, Dennis. What the fuck is dit? Is he running his own truck? That's not something the Dennis I know would do. Big D. Yo, Big D, what's up, man?
I'm gonna fuck you up, Big B. Nog meer. Oh. Ik denk ook dat in de koelkast ligt. Want dat is op zich een normale plek, toch? Maar blijkbaar niet. Mosterd voor de win? Ga weg, gauw, hoor. Nee, maar luister. Let op. De mayonaise in Frankrijk wordt gemaakt met mosterd. En het is goor. Mayonaise in Frankrijk is goor. Wij, Nederlanders, en Duitsers trouwens ook, hebben van die hele vette mayonaise. Van die vette... zo'n vette hap. Lekker, man. Ga je naar de supermarkt in Frankrijk? Echt super goor. Echt goor. Geen aanrader. Fried fries. Dit zijn fried fries. Wanneer komt de nieuwe reageren op video online? Niet. Want donderdag is op vakantie. En leven is kut. Ik zie toch niet welk nummer 1 en 2 is. Wat de fuck is dit voor onzin? Hallo. Ik zie niet wat 1 en 2... Gok er maar op. Ik kon niet zien wat 1 en 2 was! Alleen als ik overheen ga. Wat een onzin. Ga weg! Weet je... Oeh, jeetje. Zo. Ja, man. Deze. Pak ik mijn blote handen op. No worries. All good. Die. Ik heb geen idee. Ik heb het weer verkeerd gedaan. Ja, whatever. Ik doe het weer fout. Whatever. In Nederland ook. Nee, man. In Nederland hebben we dat niet. In Nederland is mayo gewoon mayo. En we hebben wel van die mayo, light mayo en mayo. Deze mayo maakt me echt niet dik hoor, mayo. Dat is onzin, bro. Elke mayo is gewoon vet. En dan als je niet vette mayo neemt, dan ben je een soort van vegetariër die toch vlees eet iedere dag of zo, weet je. Maar dan gewoon echt vlees. Het is zo van, bro, doe niet zo nep. Weet je, of je bent het of je bent het niet. Ga niet zo cool doen. Ik weet niet, man. Die Fransen hebben een unieke manier van mayo. Niet mijn favoriet, in ieder geval. Moeten die toasten, die buns? Jazeker moeten die toasten. Dat kan wel gewoon regelen. Kijk eens even, joh. En dan hebben we meat, wel done. Alsof je het al goed hebt gedaan dan, hè? Wel done. En ketchup. Oké, nou, dat doen we op het eind wel. Burger. Poppy, wat moet jij hebben? Ook toasted en crispy fries. Oh, jeetje. Hoppa, die erin. Die mag er nog naast. 3 minutes left? Voor wat? 3 minutes voor wat? Oh, die had ik er al op. Buns, bekijk maar. Buns. Waar ligt buns? Hier ligt buns. Dus snel snijden. En tjaka. Mayonaise is een koude, witte saus op basis van olie, eidooiers, azijn of citroensap, mosterd en eventuele smaakmakers. Stop. Je hebt geen gelijk. Oh, meat well done. Oh, kutje. Medium. Och. Zeik. Deze is toasted. Deze ook toasted. Mooi. Zo, en fries. Fries. Wacht even, dat is helemaal niet waar wat je zegt, trouwens. Och, niet wel dan. Bam. Ketchup. Hoppakee. Die erop. Zo. Is dat deze? Ja. Geniet ervan. Alsjeblieft. Ja. Dat vind ik wel stom. Dat je de hele tijd dat heel groot in beeld ziet van... Ja, goed gedaan, man. Zo van, ja, weet ik. Ik ben Milan Knol. Ik doe alles in het leven goed. Maar echt alles. Zelfs... ja, zelfs denken. Je mag erin. Geniet ervan, man. Ik kan helemaal niks goed. Ramon W, dankjewel voor je 4 maanden. Oh. What the fuck? Thanks, Ramon. En Wouter Boeven, dankjewel voor je €2,50. Die reageer op wat ik zei. Dat komt niet, man. Sorry, man. Oh, rustig een beetje. Toasted bun, meat well done, weird crispies, meat.
Toasted. Yo, je zou maar zo snel zijn in het leven, hè? Watch out! Watch out! Thanks voor je dono, Wouter. Mag ik alsjeblieft een cheeseburger, Milan? Omdat je zei alsjeblieft, mag je het eventueel ophalen? Ik weet dat toevallig in België kun je gewoon bij je favoriete influencer kun je gewoon iets ophalen. Het adres moet namelijk gewoon gepubliceerd worden. Dus je kan daar gewoon halen wat je wil. Stel je hebt zoiets van, hey man, ik vind hem wel aardig. Deze Belgische YouTuber dan. Kun je gewoon langs. Dus dat is op zich wel vet toch? Dus bij mij nee. Maar bij België zou ik zeggen, ja man, doe. Toch? Waarom niet? Fuck it. Wat een domme regering heb je dan ook. Oké, time to clean the fries machine. I think I need to start with draining the oil. Ja, €5 op je muil. Hou. Ik weet precies wat Milan bedoelt. Nou. Heb 14 maanden in Frankrijk gewoond en de mayo daar heeft meer de smaak van mosterd dan in NL. Ja, klopt. Omdat ze daar eigenlijk op de originele manier maken. Maar dat is gewoon een beetje de Franse pussy manier. Fransen zijn sowieso kut. 90% van Franse mensen, die mag ik echt niet. Sergeant Rick NL89, dankjewel voor je 7 maanden, man. Thanks voor je support, ouwe. Vin het schaap, thanks voor je €5. 14 maanden heb jij in Frankrijk gewoond, Vin. Wauw, dat is best wel lang. Waarom? €4 voor cheeseburger is een normale prijs. Vind ik nogal duur, man. Vind ik al duur. Nee, het is een beetje overdreven. Maar weet je, kijk, wat ik kan zeggen over Franse mensen. Je mag nooit mensen over één kant scheren. Of één kant scheren. Zeg je dat toch? Kant scheren? Kant. Überhaupt mag je nooit mensen zomaar onwillig scheren. Want ik bedoel, ze hebben gewoon hun eigen wil. En als ze gewoon een goed bos haar hebben, is het gewoon zonde. Dus dat is één. Maar weet je, de oude garde van de Franse mensen. Ik weet niet, ouwe. Die zijn zo standvastig en kut. Vooral kut. En dat komt puur en alleen eigenlijk omdat ze gewoon geen respect hebben voor de jeugd. Ik weet nog wel dat ik toen met Game Meneer was ik in Frankrijk. Doe ik het goed zo? Chaka, waarom gaat hij niet? Bro, snij deze fucking ui! Ah, zuig mijn fucking bal, man. Hehe. Jeetje. Oké, wacht. Dit moet even aan. Wel handig. Dat is goed verder, hè? Ja. En toen ging ik met Gamer en ging ik toen Jeu de Boule. Deze vlog staat ook online trouwens nog. Met Game Meneer in Frankrijk of zo, weet ik hoe die heet. En toen ging ik met hem Jeu de Boule, want dat vind ik tof. Dat vind ik leuk om te doen. En die oude mensen daar. Ik weet niet, man. Laten we zeggen, we hadden er geen klik mee. Oh, kut. Low fuel. Deze uit. Deze ook uit. Oh, gas is weg. Oké, top. Mag die weg? Ja. En dan doen we een nieuwe gas tank erin. Hoppa. En dan moet ik verder nog iets doen. Oh ja, deze weggeven. Alsjeblieft. Bad, boeit me. Drain the used oil. Oh ja, ik moet iets schoonmaken, volgens mij. That's it. Doe ik dat? Oh, zo. Let's go 8 maandjes. Now I need to open it. Pick up the oil. Ja, yeah, ja. Put it into the container. In de container. That was easy. Ja, en dan weer terug. Alright, now it's time to clean the assembly table. Okay. It's pretty messy. Ik heb een spons. Vet, ik heb een spons. Vet. Wow. Power simulate all over again. Vet. En trouwens, hebben jullie mijn Insta-story gezien? Ik had Power Simulator in real life gecheckt. Dat was echt vet. Heel toevallig was dat. Back to the garage. Cool. Deze kant op. Mijn hands zijn vol. Ja. Mijn hands zijn vol. Wie? Hans? Wat? Hans.
Oh, sorry, Finn. Ik vroeg jou waarom was je in Frankrijk. En jouw reden was... Was even beter voor me dan in NL zijn. Yo, bro. Dat je zo even... Een paar maanden naar Frankrijk kan. Of eigenlijk een jaar gewoon. Heel chill. Ik heb low fuel. Oh, ik heb low fuel. Hoe doe ik dit dan weer terug? Waar is het tankstation, man? Geen idee. Niet mijn probleem. Oh. Ik doe gewoon Z. Ik ben meteen op de weg. Ik denk dat ik het niet ga redden, man. Op het garage. L. Lights on. Want ik heb low fuel. Dat ga ik helemaal niet redden. Je moeder is een plopkoek. Maar... Hey, Milan, Sonja, hier, ik neem ontslag. Ik moet de laatste tijd zo veel praten dat ik naar het ziekenhuis moest. Maar je luistert niet naar mij. En, oh ja, stream element mag ik niet, maar die andere bot, Tim weet wel, wel, groeten. Oh, Sonja, wat heftig. Ik wist helemaal niet dat je naar het ziekenhuis moest. Maar wat boeit mij dat? Oh. Wat vervelend. Neem maar ontslag. Doe maar. Probeer het maar. Jij komt echt niet zomaar weg bij mij, Sonja. Sonja, de donatie mevrouw. Thanks, Menno. Vet, heel cool. Mauro E, dankjewel voor je 8 maanden Prime. Dat wordt gewaardeerd, meneer. Of mevrouw. Of... genderneutraal, non-binair, vaatwasser, whatever je wilt zijn. En ik, Suus, dankjewel voor je 20 maanden. Dankjewel. Laatst las ik een comment. Milan, jij bent racistisch. Dan dacht ik, hè? Hoe dan? Ik zeg gewoon dat Fransen kut zijn. Er was iemand oprecht beledigd. Dat ik dat toen zei. Daarom zeg ik het nu weer op stream. Kijken of jullie het ermee eens waren. En jullie waren het gewoon mee eens. Dus ja, jullie zijn nu allemaal ook racistisch. Dus ja. Daarmee dat, man. Dus ja, je weet het. Jullie zijn allemaal de lul nu. Heel vet. Ha. Allemaal ingeluisterd. Oké, I think there's a small fuel filler on the driver's side of the truck. Het is wel een beetje overdreven dit, dat ik dit ook moet doen. Heel realistisch dit. Een soort van zuigknop of zo. Remember that we have a lot of gas stations in our city and you can always use them instead. Sure thing. I'd say you'd earned a rest. Get to bed, kid. Tomorrow's a new day. Okay, I will. Player heet ik ook. Heet ik Player? Waarom heet ik Player? And thank you again for doing this to honor your dad. Sleep tight. Vet cool. Take a rest. Oh ja, we hebben geen bed. We hebben heel veel geld voor dit allemaal, maar geen bed. Sick. Damn. Big D! Wat? Wat? Big D! Vandalisme. Hey! Luciano! Met de pizza. Lekker man. Oh, wat vet. Welcome to my small slice of the world, boy. Wow. Thank you. Not that small. You have a lot of equipment here. Vet hoor. Of course, because I serve almost anything you can imagine here. Imagine. Looks like I'll have a lot of learning to do. For sure. Moreover, you will be able to start from the Italy. Most beautiful thing. Which is? The Italian cuisine, of course. Nice. Oh, okay, I should have guessed that. Time to work. The first order is awaiting. See the oven at the end of the food truck? I think so. Use the red button to turn it on. Keep in mind that it's powered by gas. Ja, heb ik gedaan. Oh, de oven. Wacht, het is de oven.
It's on. Well done. I see you know something about food trucks. Yes. Saves me time explaining all the little things. That's right. I have some experience. Va bene. So, here you can see my beautiful oven. It's the only right place to bake pizza. Got it. Remember, cool. An oven needs some time pizza to get the right temperature. Wat voor pizza wil jij? The oven, if it's zeg not maar. Necessary, or nu. It lose it. Wat is jouw favoriete? Now you need to take pizza. The pizza dough out of the fridge and spread it out on the assembly table. Okay. Okay. Where can I find it? Each product is placed in a drawer suitable for the type of the kitchen it is used in. You can find pizza dough in the drawer called Italy. Luciano, the dough is on the table. What now? It is hard to handle the dough without good equipment. Hawaii? Pizza Hawaii? A rolling pin. What? Take it out and get to work. Even serieus, als jij zegt pizza Hawaii? Ja, dat ben ik wel mee eens, man. Lekker, man. Dat vind ik wel lekker. Got it. Perfecto. Now we need to roll all the dough evenly until it's thin enough. Keep up the pace, boy. Nice. It works. So, it's time for the heart of every pizza. First of all, you need to add the tomato sauce into the sauce's stand. Tomato sauce? Tomato sauce. Tomato sauce. Waar is dat? Sauces. Tomato sauce. Dus ketchup. Is ketchup tomato sauce? Of is dat weer wat anders? Is ketchup tomato sauce? Nee, dit is tomatensaus. Eigenlijk is dat ook tomaat. It's done. I have left you a wooden spoon. Take it out. Oh mijn god. You can use it. Oh, kijk nou hoe cool. Oh, kijk nou. I can make my own. I can make my own. Heel cool. Don't forget to add a few pieces of cheese too. Okay. Pick up some pizza mozzarella. Met zouten haar en slagroom. Lekker man. Equal pieces and add on top of the pizza. Wat er? Oh kut, moet je snijden. Chik chak, chang bang. Hoppa, snijden. En wat meer? Vier pieces, oké, okay, wacht. Hoe draai ik dat ding ook alweer? Zo. Oh, dat is de camera. Deze. Hak en chak en woegelak. Bang. Hoppa. Vet hoor. Luciano, I think I have everything. Now, dus mijn allereerste take pizza. Out the pizza peel. Prepare the pizza. Can be only moved with the peel. Capisce? I'll keep that in mind. Capisce. Great. Wat is de peel eigenlijk? Waar ligt die? Heb ik die in mijn hand? Oh, hier. Time to bake our beauty. Oh, kijk eens even. Ik heb hier pizza. Ik maak mijn allereerste pizza, jongens. So it can quickly turn into burnt taco. Vet, man. No worries, Luciano. I'll be vigilant. Did it work? Yes. The oven is super hot. In the meantime, you can prepare the pizza box on the pizza box. Good idea. Pizza box. Hoppa. Yes. Heel vet. Pizza salami, is dat jouw favoriet? Ik vind pizza tonno en pizza funghi de lekkerste die er zijn. Oh. Heerlijk. We need to put our treasure into the box. Oh, die kan ik niet. Moet ik zo oppakken. Done. Time to pack it into the bag and serve it. You read my mind. Daar gaan we. Een pizza margherita. There you go, please. Pizza caprese, pizza quattro formaggio. Oh, pizza quattro formaggio. Oh, dat is ook op zich wel oké. Dat is ook wel lekker op zich. Natuurlijk de pizza. Dat is geen echte pizza, dat is een nep, hè. Now let's see how you handle something more complicated. Keep okay, going. More complicated. This let's go. Time you're doing it pizza on your own. Oké, hoe moet het ook alweer? Die daar en dan deze rollen. Rol. Hoe raar geluid dit. Ja, klaar. Dan pizza topping is gewoon tomaten shit, denk ik. Oh, doe ook papier in. Oh, ik moet een lepel hebben hiervoor. Zo. Ja. 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 Kijk, het is een smiley! Kijk, wat schattig! Kijk, hij lacht! Wat een cutie!
Oh, wat is mijn muis ineens traag? Oh, mijn muis... Mijn muis ineens heel traag, ik weet niet. Oké, mozzarella slice. Ja. Staat genoteerd. Oké, dus mes. En we doen maar gewoon... Chucky, Wacky, Lucky, op. Mushroom slice? Och. Dat moet er veel op, ja. Mushroom slice. Ja, dit is wel echt de ultieme food truck simulator, hoor. Dat je letterlijk alles moet doen. Maakt niet uit hoeveel. Ik doe gewoon alles erop houden. Ik geniet er maar van. Boeit me. Ham slice, onion slice, pepperoni slice, die slice. Alles moet je dan... die heb ik niet nodig. Hoe haal ik dit weg? Zo. Ja. Ham. Ham. Koelkast, denk ik. Ham. Is er een koelkast? Ham. Nee. Dat heb ik sowieso nodig. Oh, dit is ham. Let's go ham. Tja. Wallaga. Kabam. En ketchupa. Kabam. Miss. Whatever. Eén ham. Ja, één ham, bro. Succes. Pepperoni slice. Pepperoni. Dat is een pepperoni. Wat is pepperoni? Is dat dit? Is pepperoni chili? Ja, toch? Voor mij wel. Zoek het uit. Zo. Ik bedoel, zoek het uit. Ja, zoek het uit. Chili slice. Nee, dat is wel wat anders. Hè? Oh, die moet er ook op. Maakt niet uit. Pepperoni is salami, Milan. Kijk even na, man. There's no more room for toppings of this pizza. Wat? Dus wat wou je dan... Oh my god, ik heb veel te... Oh, nou ja, zoek het uit dan hoor. Ik doe gewoon veel te veel erop. Hij wil letterlijk maar één. Eén dit, één dat, één... Ja, dan ben je echt de slechtste persoon die een pizza heeft besteld ooit. Ja, wie is het? Wie? Wie heeft die pizza besteld met letterlijk één slice van alles? Wie? Ja, ik zou ook stilstaan als ik jou was en niet bewegen. Wat een onzin zeg. Maar serieus, dat is toch onzin? Oh. Ja, is klaar. Nou, zoek het uit hier. Zo, hier erin. Opdonderen. Ja, bad. Zuig mijn bal. Well done, boy. Thanks a lot. Echt waar, jongen. Ja, jij, hè? Handle the rest of the day yourself. Fucking super. Good luck. What the hell? Wat nu? Cook until work ends. Oké. Orders. Dank je. Toasted bun ook nog. En fries. Oké, we gaan alles door elkaar doen. Oké, duidelijk. Dan moeten we deze aandoen. En dan pakken we de burgerbox. En de friesbox. En meat. Er is een koelkast hier. Maar, dus waar haal ik mijn meat vandaan? Hier dan, I guess? Het zal wel. Hier. En hier. Fries box dispenser. Ja, best. Gooi maar in. En... Meat? Oh, dit is meat. Oké. En mozzarella slice. Oké. Kunnen we ook gewoon regelen, houden. Is helemaal prima. Eentje, hè? Zo. En nog meer voor andere mensen? Nee? Oké. Deze komt op de burger. Nee, die wil je... Wacht even, je wil friet met een mozzarella? Ik heb veel dingen gezien, maar... Och, dit is helemaal aan het verbranden. Ik ben mijn broodjes aan het verbranden. Och. En die meat? Well done. Medium. Och, ik wil snijden. Wat is dit een kutbaan, zeg. Niks voor mij. Kijk hoeveel dingen je tegelijk moet doen, man.
Well done, ja, deze moet ik hebben. Opa. Fries, zijn die al klaar? Die zijn heel crispy. Wilde je crispy? Ja, gelukkig. Mag je erbij hebben? Hier, geniet ervan. Drie, hè? Dit is toasted. Bam, bam. Hallo. En daar wonen nog iets op. Ketchup. Hallo, hallo. Ik hoor je. 1 seconde hoor. Ik ben even een burgertje aan het maken. Kijk eens even. Alsjeblieft, meneer. Jeetje, wat een spanning door die muziek ook. Miss Colombiana 2. Dankjewel voor de 15 maanden. Dankjewel. Dit is de demo versie. Ja, correct. Deze game is... Dit is een demo. Demo game. Precision strike op die gast met pet, ja. Airborne. Is dat serieus de beste foodcombi met... Ooit? Met friet? Friet met mozzarella? Echt? Ik heb nog nooit gehad. Is dat echt zo lekker, ja? Jeetje, wat moet ik veel doen? Wow. You want me to pay full price for yes, this. I want you to pay full price for that. Ik heb mijn fucking best gedaan, bro. Dus je doet het maar. Ik ga het nog niet aanzetten trouwens. Wacht even met alles erop zetten. Toasted bun en dan nog een toasted bun. Ik ga gewoon alleen deze doen. Ik heb even geen tijd voor nog meer. En dan 2 meat. Meat. Slots are full. Goddammit. Zo, 1. Deze mag wel hier staan. Bacon burger en een lumberjack burger. Bacon ook wel dan. Ham slice, cheese slice. Ja, die doe ik zo meteen wel hier weer. Leg er wel bij. Ham slice, die zit hier in volgens mij. Doe ik zo wel even. Dit is toasted, is klaar. Bla bla bla, jacket is smaken dip. Zo, die is ook klaar. Top. Dan leg ik die bacon erop. Meat erop. Dit is cooked meat al, hè? Nee, uncooked. Meat. Jeetje man, wat is dit moeilijk zeg. En nog een meat en nog een bacon. Man. Dit is echt pittig hoor. Bacon rare, wat wil je? Bacon well done. Oké, dan kan ik even snel die ham slicen. Chuck en chuck en chuck en chuck. En hoppakee. Kijk eens even joh. Wat een gast ben ik hè. Niet normaal. Deze moet er ook bij. Bacon medium, meat rare. Nee, meat medium, meat medium. Meat medium, bam. Meat medium, bam. Ham slice hebben we ook. Oh, die ligt er al bij. Dan hebben we bacon well done. Hoppakee, die is zeker well done. Dan hebben we een cheese slice. Oh, dames en heren, het gaat ineens heel goed. Oh, die had ik al hier liggen. Nou, nu 2. Mustard. Oh, die heb ik nog niet. Mustard. Hoppakee. Gooi er ook op, alsjeblieft. En dan wil jij hem dicht. En dan wil je gewoon genieten ervan. Dat snap ik. Is het nummer 6? Is het nummer 4? Ja. En dan de bacon burger. Heb ik ook bijna klaar voor je, Pik. Komt goed. Meat rare. Ja, bijna klaar. Dat zeg ik wel. Ik heb nog niks op het vuur. Maar dat weet jij niet. Dus all we good. A low fuel. Ach, kom maar. Weg. Nieuwe. Ja, snel erin. Hoppa. Kunnen we weer? We kunnen weer. Oven aan. Oven hou ik gewoon aan, boeien. Wil nog iemand friet? Ja, er wil nog iemand friet. Oké, nou dan gooi ik die er toch ook even in, joh. Ik kan bijna schelen. Bacon, wat wou die? Bacon well done. Hier ook, ja. En meat rare. Meat rare, ja. Meat rare. Bacon well done. Dat was het. Die volgende die wil onion slices. Oh jeetje, man. En bacon. Oh, och. Ik vind dit echt geen leuke baan, man. Dit is een beacon. Oh, bacon bedoel ik, beacon. Hoe kom ik nou weer aan dat woord ook? Jongens, stress. Ik zit gewoon te stressen om een fucking game. Terwijl, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat ik bedoel? Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ui. Bam. Ui, knip. Snij. Och, het is zo moeilijk om te snijden. Snij. Snij. Doe er maar bij. Ja, klaar.
Boom. Hoppa. Bacon wel dan. Mooi, bacon wel dan. Toaster bun. Hoppa, die erop. Die heb ik niet nodig, die is voor de volgende, hè? Ja. Hé, man, order nummer 4. Hier ga je. Oh, man. Oh, wel $40, dat is wel veel. What's up, Vexa? Thanks voor de 100 bits, man. Even speciaal voor Milan een survey gedaan voor deze 100 bits. Oh ja, dat kun je doen, hè. Je kunt een survey doen. Een soort van enquête. En dan krijg je 100 bits of zo, cadeau. Toch? Zoiets was het op Twitch. Oh, thanks, man. Dat is leuk dat jullie aan mij geeft. Damn. Ik krijg stress van jouw stress, bro. Ja, ik voel je. Het is ook echt een vervelende stress game. Bacon. Heb ik die al erop? Nee. Bacon. Meat. Crispy fries. Dat is heel crispy. Kijk zo. Lekker crispy, man. Hey, wordt genieten, pik. Wil ik die alvast aan je geven? Kun je die alvast eten? Oh, je wil echt... Laat maar, je wil heel veel mayo erop. Triple mayo. 1, 2, 3. Hier, man. Order nummer 5. Ja. 5, deze. Bacon rare, meat rare. Ah! Was het op tijd? Oh, was net op tijd, meat rare. Oh, wat goed zeg. En die buns? De buns heb ik alleen nog niet. Tjak. Oi, wat goed zeg voor mij. Zeg je dat? Lijp. Epic. Hoofs. Onion slices. Heb ik die al op? Die heb ik hier. 2. Zo. Alleen nog even die burger buns. Kom op. Dank u. Meat erop, onion. Jongens, alsof ik al jaren in een restaurant werk en nu ben gedemotiveerd geraakt en daardoor in een depressie ben geraakt en toen... Bad! Wat? Dit was gewoon goed. En nu in een foodtruck werk. Maakt niet uit. Mustard fries. Ja hoor, gooien we erbij. Hoppa. Moet je ook nog fries? Nee. I didn't ask for this. Nou, dan ga je toch lekker ergens anders heen, boeien? Ik heb een foodtruck, man. Als je het niet leuk vindt, dan rijd ik gewoon weer ergens anders heen. Kun je nooit een review achterlaten, want ik verander toch gewoon mijn naam. Vet. Sick. Dat is hoe we omgaan met slechte klanten. Vind je die? Oh, kut review? Oh, ik verander mijn naam wel. Yo. Later. Ballen. Niet... Niet. Die burger. Ik vind dit echt het kutste. Gewoon, dat snij je elke keer. En dan moet ik de hele tijd heen en weer lopen. Kan ik die cutting board... Die cutting board kan ook niet optillen en dan hier in het midden leggen. Dat zou ik veel fijner vinden. Kan niet eens. Fried fries. Dat moest ik hebben. Dan erin. Mosterd saus. Op. Hier, man. Wie was dat? Jij. Geniet ervan. Goed. Mooi. 105 seconden. Ga ik dit redden, dames en heren? Ik heb zo mijn twijfels. Wat jullie? Meat medium? Dat is eentje. En meat well done, wil die. Meat medium. Met bacon medium. Bacon medium. En cheese slice. Gooi die er alvast op. En deze snel snijden. Ik moet nog 4 dingen erop leggen, dat is vervelend. Bacon. As the job is finished, it's time to clean everything. Maar waarom ben ik de job aan het finishen, bro? Ik moet ineens burgers maken. Oké, wat was er nou nog meer? Bacon moet medium, hè? Oeh. Oh, wel, medium. Bam. Die erop. Cheese slice heb ik er al op. Bam, jij bent klaar. Hoe heette dit? Premium cheeseburger. Premium cheeseburger. Oh, de classic burger. Heb ik jou die nog niet gegeven? Oh. Heb ik jou de classic burger nog niet gegeven?
komt hij aan. Hier. Was dit al een goeie? Ja. Gelukkig. 28. Bam. Fried fries. Nee, dat heb ik al gefixt, man. Die zag ik snel gewoon in mijn ooghoek. Het ketchup. Nummertje 8. Dan hebben we alleen nog deze. Oh, die begint hier, alsjeblieft. Horeca is kakwerk, ja man. Ik heb ook horeca gedaan. Ik heb in een restaurant gezeten. Ik heb in een achter de bar gezeten. Ik heb op het terras heb ik gedaan. Ik heb eigenlijk alle drie zeg maar gedaan. Qua lopen en qua horeca dingen. En het is alle drie gewoon echt killing. Man, het enige leuke wat ik vond aan de horeca, wat ik mocht doen, was dan mocht ik biertjes tappen in een kelder voor privéfeestjes. Dus dan was er iemand en die ging dan een privéfeest geven en dan stond jij gewoon de hele dag met die gasten, stond jij gewoon in de kelder. En dan waren die gasten gewoon aan darten en aan het poelen en dan kwamen ze ook naar de bar en dan hadden ze al betaald voor alles, zeg maar. Dus dan tapte ik gewoon alleen biertjes en de rest was ik gewoon een beetje op mijn telefoon aan het chillen en dan... Ah, ja, is goed joh, maak even biertje voor je. Ja, alsjeblieft, nou, moet je nog wat bitterballen? Is goed. Flikker ik wat in de frituur of whatever the fuck. Heerlijk, man. Dat was wel top. Maar dat was heel af en toe. Dat was te weinig. Mag ik één vegetarische burger met bacon? Vraagt Elisabeth. Nee, dat mag je niet. Ik hoef geen vegetarische burgers helemaal geen zak aan. Dit is een echt Italiaanse foodtruck, Elisabeth. Dus dat gaat hem niet worden. Stop met meer dingen bestellen. Ik heb geen zin meer. Nee! Nee, niet finish vending first. Ik wil niet. Nee! Ah! Laat me eruit. Ik kan niet uit de food truck. Laat me eruit. Luciano heeft me hostage. Ik ben een slachtoffer hier. Help! Ah! Hier. Onion slice. Ah! Ah. Ja, zoek het uit. Bam. Wauw.